De lasermachine is voor ons een manier om leerlingen enthousiast te maken voor het maken van producten. En dat is gelukt. De leerlingen staan in de rij om hun producten te mogen maken. Ik ben Leonard Braber. Ik ben docent media, vormgeving en ICT op het Grafisch Lyceum Rotterdam. En ook coördinator van de groep MVE-docenten. We hebben in ieder geval twee scholen. We hebben een VMBO-locatie waar we nu zijn. En we hebben een MBO-locatie. Op de VMBO-locatie, daar zitten leerlingen die toch in de media-business verder willen. Dus heel vaak creatieve leerlingen. Op deze school kiezen ze een vervolgopleiding waar ze dan doorgaan. En dat kan van alles zijn. Vormgever of iemand in de design of in de lasercut-branche. De lasercutten gebruiken we vooral voor het aanleren van Adobe Illustrator. Dat leerlingen daarmee producten kunnen maken. Het exporteren naar de juiste formaat en dan dus ten eerste uitsnijden naar platte producten, dus bijvoorbeeld een sleutelhanger of whatever, of een onderzetter. Maar ook om ruimtelijk inzicht te krijgen. Dus ze moeten dan 3D-objecten maken in Adobe Illustrator en die moeten dan in elkaar gezet kunnen worden. Wij gebruiken het vaakst multiplex van 3 mm of 6 mm dik. En we gaan ook binnenkort op golfkarton aan de slag, omdat het ook relatief goedkoop is en ook wel leuk om te gebruiken. Het is voor leerlingen belangrijk om je product te kunnen maken. Het is leuk om een product te kunnen ontwerpen. Maar als je een heel mooi product kunt maken daarna, dus in hout gesneden of in kunst of in vinyl, dan heb je een heel goed traject te pakken. Waarom hebben we voor BRM gekozen? Eigenlijk zijn er twee grote merken. De ene die begint met Tro en die eindigt op Tech. Maar die was een stuk duurder. Daar ben ik heel eerlijk in. Die heeft een andere laserbuis, maar die was duurder. En dat heeft ook wel voor ons de doorslag gegeven om voor deze BRM laser te kiezen. Daarnaast vond ik de machines heel degelijk eruit zien. Heel stevig en heel goed afgesloten in verband met de geur. En een afgesloten filtersysteem. Dus dat was voor ons eigenlijk doorslaggevend. We hebben een training gehad met een BRM laser. En toen dachten we van nou, we willen eigenlijk zelf al zo'n apparaat aanschaffen. Toen heb ik offertes aangevraagd bij diverse leveranciers. En de firma Vrotech, die vroeg me gelijk om eens langs te komen. En ik heb een hele prettige, duidelijke demo gehad. Een hele duidelijke offerte. Dus dat was voor ons al stap 1. Dat vind ik heel belangrijk, dat je een heldere offerte krijgt. Een snelle communicatie. En bij aanschaf was de plaatsing van de machine ging heel goed. Was heel duidelijk gedaan. Heel duidelijk gecommuniceerd, ook goed geregeld. Dus we zijn tot nu toe heel tevreden over de service. Ik moet eerlijk zijn, als ik zelf geld zou hebben, zou ik zo'n thuislaser van BRM kopen. Het hebben van de lasercutter is echt super in de school. Wij zijn heel enthousiast over de lasermachine. Ja, het liefst zou ik er nog eentje bij kopen, maar dat is misschien te hoog ingezet. Maar we zijn heel blij mee.